ruimteschip landt op aarde met als doel te kijken hoe mensen omgaan met allerlei problemen. Moeiteloos veranderen ze zichzelf in mensen, alleen moeten ze de taal nog even programmeren. Nederland. Ja, en voelen jullie dat? De zuurstof is hier heel erg handig. Kom, we gaan de wereld hier verkennen. Snel als ze waren, kwamen ze ergens ver buiten Nederland terecht. Glimmertjes. Wow, wat, hoorden jullie dat? Ja. Het klonk wel als een of ander schot. Hé, kijk, ik zie naar iemand. Kom, we moeten ons verschuilen. Anders ziet er iemand ons. De aliens hadden twee sluipschutters gezien die deze twee soldaten moesten doodschieten. Ik heb nog even verschuilen. De sluipschutters hadden geen rekening gehouden met kinderen die bij het kerstvuur kwamen staan. Ik haal ze neer. Maar er zijn kinderen tussen. Niks mee te maken, we moeten hun hebben. Dat is onze missie. Geloofde niet wat ze zagen. Dat de mensen nog zo simpel waren om door oorlog problemen op te lossen en hele steden te vernietigen. En zelfs op kinderen te schieten. De aliens hadden zich snel terug naar Nederland geteleporteerd, waar gelukkig geen oorlog was en de kinderen het goed hadden. Oké, allemaal babyfiets pakken. Oké. Juffrouw. Ik heb geen fiets bij me. Maar Emily, wist dat je vandaag je fiets mee moest nemen? Kan ik met iemand achterop? Nee, dat is veel te gevaarlijk. Stel je voor dat jullie vallen. Maar ook in een rijk land waar de vrede was, zagen de aliens dat er toch armoede was. Dat is echt zielig voor haar. Waarom heeft ze geen fiets? Volgens mij heeft ze helemaal geen geld daarvoor. Welke loser neemt nou geen fiets mee? Ja, echt hè. Je kan toch wel een fiets op Marktplaats kopen voor ik weet niet hoe weinig geld. Jullie weten toch wel dat ze thuis helemaal geen geld hebben? Toen ik daar was, toen kreeg ik niet eens te wat eten en te wat drinken. Ik moest eigenlijk mijn fiets verkopen aan mijn vader Bradley. Ach, meisje toch. Ik wist niet dat er zoveel arme kinderen hier waren. Daarom gingen ze nu naar een hele rijke buurt zonder oorlog en waar men geld had. Daar zou alles zeker perfect zijn. Ja, hier. Echt een rijke mensenklossie. Wauw, die is echt mooi. Mam, mag ik deze? Kinderen, ik wil wel even dat jullie even met jullie huiswerk bezig zijn. Oké, mam. Kijk, het zijn alleen maar vrouwen. En waar is de vader dan? Ik heb al 23 keer gezegd dat je die bord niet op de oprit moet zetten. Hallo papa! Niks mee te maken. Jullie moeder heeft de Porsche weer op de oprit gezet, zodat ik mijn Volvo 3X25 Turbo niet kan neerzetten. Mam, heb je nou weer je Porsche verkeerd gezet? Nou, ik moet toch ook ruimte hebben om mijn ding te doen? Je ding te doen? Ik sta de hele dag te werken en dan ga jij lekker je ding zitten doen? Mam, mogen we deze make-up? En ik heb laatst ook nog een hele coole roze scooter gezien. In het huishouden gaat het alleen om mijn spullen. Ik zou ook wel eens liefde en aandacht willen hebben. Ja, loop maar weer weg. Je verschuilt je altijd voor je problemen. Daar loop je ook nooit iets mee op. Papa zegt dat je spijt tegen mama. Ik wil mijn ouders weer gewoon bij elkaar. Maak geen ruzie. Spijt? Niks spijt. Ik ga een biertje drinken. Volgens mij hebben ze ruzie. Ja, om spullen. Ik heb ook hier wel genoeg van gezien. Ik word er niet goed van. Kom, we gaan weg. Teleurgesteld verlieten de aliens de aarde. De rechten van de kinderen hadden ze heel veel geschonden zien worden. Thuis op hun planeet gingen ze nadenken hoe ze de aarde konden helpen. Er was in ieder geval nog genoeg werk te doen.